Goedemorgen allemaal, het is vrijdag, dus tijd voor een nieuwe vlog. Ik heb net een boodschap besteld, Sven is net de deur uit. Die gaat, ik ga er even bij liggen hoor. Oh. Sven is net de deur uit, want die gaat na zijn werk meteen door naar Best Kept Secret Festival. Hallo Mittens, onze razende reporter. Ja, hallo. Naar Best Kept Secret Festival. Eén nachtje met de belofte dat hij boven op zijn telefoon zit en nuchter blijft, zodat hij altijd kan terugrijden, mocht het zo zijn dat ik ga bevallen. Waar ik niet van uitga, maar ja, je weet het gewoon niet. Mijn eerste week verlof zit erop. Dat wil zeggen, ik heb dinsdag nog een paar uur gewerkt, maar eigenlijk had ik al verlof. En ja, dat is een heel ander verlof dan met Niels. Want ja, met Niels had ik verder niemand en was ik gewoon 7 dagen per week aan het relaxen. En nu heb je eigenlijk alleen de dagen dat hij naar de opvang is, dat je echt niks hoeft. En verder heb ik gelukkig mijn ouders die wel gewoon hun opa en oma dagen doen. En Sven die papa dag doet, maar het is natuurlijk wel heel anders. Nou... Wat we gaan doen is, mijn oom komt zo meteen gezellig langs. En dan ga ik daarna voor de lunch nog met Niels naar mijn ouders toe. Want hij gaat daar logeren. En ik denk dat ik ook gewoon, als hij daar... Het idee was dat het lekker weer was, maar dat is het nu niet. Waar ik eigenlijk wel blij mee ben. Ik heb nu ook alle ramen openstaan om even een beetje de temperatuur hier binnen te laten dalen. Ik denk dat ik daarna gewoon een gezellig lunch met mama en dan weer ga. Ik denk dat ik even naar de stad ga. Ik moet nog steeds mutsjes in maat 50 hebben. Dat ik dat gewoon even ga doen. En dan gewoon lekker thuis ga relaxen. En hij slaapt dus daar vannacht. En we brengen hem dan morgen na slaapje terug. En dan is Sven ook weer thuis. En volgens mij hebben we verder niks dit weekend. Hallo. Hallo. Lekker met die billen in mijn gezicht hoor. Ja, dat mittens. Dus verder gewoon een rustig weekendje. Sven, ik kan even de muurstickers gaan opplakken in de babykamer. Dan is de babykamer helemaal klaar. En ja, verder gewoon rustig aan. En Mientje. Inmiddels staat het wiegje hier. En ik heb dat nu een klein beetje opgemaakt. Hier moet nog een hydrofiel in, maar die had ik nog in de was liggen. Dit is een dekentje van Kuka, de Visela heet die geloof ik. Heel mooi dekentje. Deze is van, die heb ik ook gestreken, dat zie je, dat is wel talent. Jolijn, dacht ik. Nee, Mama Loes Baby Shop. En dit is, deze had ik al met Niels, ik heb geen idee waarvan, die had ik eigenlijk ook moeten strijken, heb ik niet gedaan. Dit wiegje is een snoespot. Die heb ik geleend van onze lieve buren. En die kan je dus ook openritsen en dan kan je het aan het bed maken. En dan heb je echt een co-sleeper. De hoes in de Maxi Cozy heb ik gewassen. Die staat er klaar voor. En mijn vluchtkoffertje. Dit is nog een stuk van het gordijn. We hebben gordijnen van de Hema. Maar ik ga nog een aparte video opnemen met de hele babykamer. En het vluchtkoffertje is er klaar voor. Of tenminste, zo goed als. Dus... Ga maar even kijken op de stoel, ja. Is dat Ruud al? Daar die auto. Nee. Ik ben even de hydrofielen aan het strijken. Dat moet natuurlijk de eerste keer. Ik vind het ook eigenlijk mooier, maar ik doe het eigenlijk natuurlijk nooit, want dan ben ik veel te lui van. Maar ze raden, laatst las ik ergens, ze ook afraden om ze altijd te strijken. Ja, daar is hij. Zie je hem? Omdat Niels, zie je het? Ja, deze. Ik kan met mijn auto. Ja. Ja, ik zag dat ik even. Oh, mis het. Omdat het dan geen goed vocht meer opneemt. Ik moet eerst hier open doen, Moppie. Omdat het dan geen goed, of niet meer goed vocht opneemt. Dus dat is een tipje. Dan hoef je ze ook niet te strijken. Dan heb je meteen een goed excuus. Maar de eerste keer natuurlijk wel. Dubbelvaart.
En nog eens en nog eens. Eigen schuld. Wat zeggen we nou, eigen schuld? Dikke? Dikke bult. Wat is een dikke bult? Opeens zag ze iets grappigs. Ik wil het ook verknopen met een aantal andere dingen, maar het gedeelte is even bij mijn totaal ouders. Geen toepassing. Dan zit weer lekker met zijn Playmobil huis. Ja, zou goed zijn, hoor. Maar lekker. En wij zitten lekker op de bank. Zo, als je ziet waren we net nog even bij mijn ouders. Had te maken met heel veel regen en ik moest Niels er sowieso natuurlijk heen brengen, want hij logeert daar vanavond. En dan was hij zo heerlijk aan het spelen, zo schattig. Nu is het, ik weet niet hoe laat het is eigenlijk. Zonder Niels ben ik ineens niet meer bewust van de tijd. Maar ik ga nu even naar de stad. Het is inmiddels droog, het mocht even duren. Want ik heb nog steeds geen babymutsjes in maat 50. Tenminste, ja, of voor jongens. En dus daar ga ik nog even voor kijken. Gevonden, 2 in maat 50. Nee, Berlijn, dus doen we. En een broek. Dat is alweer. Niet meer vooruit te branden. Ongelooflijk. Waggel in de stad. Ik trakteer mezelf heel sfeervol op een shrill. Dat heb ik echt al geen 10 jaar gegeten, geloof ik. Ik ben net weer thuis en ik weet niet of je het in het donker kan zien, maar ik ben doorweekt. dus ik heb bedacht dat ik lekker in bad ga met een bruisbal. Oh, dat is een lampstuk. Madam President of Twilight. Nou, moet ik even kijken zo. En dit is drijfnat allemaal, dus het kan lekker de was in. Maar goed, ik heb mutsjes, dat was mijn missie. De rest van het ding nog niet. Maar dat heeft geen haast. En ja, het is nu 4:10. Prachtige tijd om in bad te gaan, zou ik zeggen. Ik denk, ik ga lekker een maskertje doen. Haarmasker, hoofdmasker, allesmasker, gezichtmasker bedoel ik. Haarmasker, gezichtmasker. Filmpje erbij. Heerlijk. En dan niks meer. Nou, ik ga die natte kleren uitdoen, want dit is vreselijk. Het wordt een ander butterball. Moet even goed kijken. Want die is het oud. Die ga ik nog eerst doen. Oh, kom hier uit onze slaapkamer binnen. Ligt middens in het babybedje. Wat ik net helemaal leuk had opgemaakt en gedaan. Dus die kan ik nu opnieuw gaan wassen. En dan moet ik even iets op gaan verzinnen dat ze er niet meer in klimt. Ze zou dat nooit doen als er een baby in ligt, want dat vindt ze echt heel eng. Maar zonder baby is ook niet de bedoeling. Ik ga toch maar voor de zekerheid nog even wassen. Ik ga lekker even koken. Pasta, dat eet ik bijna altijd als ik alleen een etenkus aan. Love it. En het wordt deze. Even mijn favorieten uit dit kookboek. Pasta. Voor elke gelegenheid. Zo is het maar net. Zoals je ziet ben ik echt totaal geen keukenprinses. Ik gebruik al zo'n klein, zullig aardappelschilmesje waar Sven altijd mooie, grote, scherpe messen gebruikt. Maar dat moet ik niet willen. Zeker nu niet. Goed, het zit in de pan en het gaat uiteindelijk gewoon lekker smaken. Die pasta en de rest. Nou, het boek kan weer terug. Het is klaar. Zo, mijn bordje is klaar. Dan ga ik lekker voor de tv opeten. Ik moet wel zeggen dat ik een beetje te veel pasta heb gemaakt, maar goed. Daar kwam ik pas achter toen ik het door de saus heen gooide. Oeh. Ik ben even bezig met mijn voeten. Niet dat ik er nog heel goed bij kan. Nou ja, tenminste, ik kan wel nog in de kleermaker zitten, dus van opzij kan wel. Tenen is een lastiger concept. Maar ik dacht ik ga nog eventjes een beetje
eelt weghalen en zo. Ik heb niet heel veel eelt. Ik heb vooral hele droge voeten. Wat ik altijd doe is dit apparaatje van Kruidvat. Ik vind hem echt super fijn. Het is zo'n elektrische eeltverwijderaar. En dan heb je zeg maar, begin je met de grove, dit is dan een navulling, de grove vel erop te zetten en daarna de fijne vel. En dan is het klaar. Dat is echt twee tellen werk en dan heb je gladde voeten. Het is heel makkelijk voeten en dat is heel makkelijk als je zwanger bent. En daarna smeer ik dan dit op en dit is ook heel fijn zeg maar, voor, zoals er staat, zeer droge huid en eelt. Dit is met 20% urea. Van Hansaplast, die vind ik heel fijn, die smeer ik dan op mijn voeten. En dan doe ik er sokken overheen. En normaal doe ik het 's nachts, maar dat kan ik nu helemaal niet handelen. Dus nu doe ik het gewoon eventjes tot ik ga slapen. En dan was ik ze daarna met heel koud water. En dan hoop ik dat ik niet al te opgezette voeten meer heb. Dus dat ga ik nu lekker doen. En dan heb ik weer poezelige voetjes. We zijn nou weer eventjes verder. Het is inmiddels bijna 10 uur. Maar ik heb nog een bestelling van een weekend binnengekregen. Dus ik dacht, ik ga hem nog even uitpakken. Ik heb vooral voedingsbh's besteld, bedenk ik me nu. Dus misschien dat ik dit morgen even ga doen. En ik heb 2 mogelijke mandjes op de box. Of op de box, op de commode. En nog een jurkje. Maar ik ga het morgen wel even laten zien. Ja, ik weet niet of ik de BH's aan ga laten zien. Maar ik kan in ieder geval laten zien welke ik heb besteld. Ik ben even, we zijn trouwens al heel wat uren verder. Ik ben even de weekampspullen aan het passen. Ik heb nu een voedings-BH aan. En die ziet er een beetje zo uit. Die zit goed. Maar ik heb exact hetzelfde ook in het roze besteld. En die zit eigenlijk best wel strak. Dit is een 75F. Dus ik denk dat ik daar een 80F of 1 van moet hebben. Want die zit best wel strak om mijn lijf heen. En dat is natuurlijk niet heel lekker. Want je ribben en zo is natuurlijk ook allemaal uitgezet nu. En ik heb nu de jurk aan. Deze is van C&A, het is een voedingsjurk. Dus hier heb je zeg maar zo'n flap. En dan kan je hier, woep. Dus je kan hem plat omhoog en dan klap je dit open en dan kan je voeden. Dat is natuurlijk op zich wel heel handig. Ik weet niet of je het kan zien, maar er zit hier een beetje een raar soort stipje op. Zie je dat? Hier. Ik weet niet wat dat is. Even kijken wat ik eraf krijg. En ik dacht dat hij helemaal lang was, maar dat is niet. Maar je moet natuurlijk wel bedenken dat straks de buik weg is. Maar ik vind het wel denk ik een hele makkelijke jurk voor de time being. Volgens mij was hij ook in de sale. Dus deze. En dit is dus de roze variant van die BH. Dus ik denk dat ik een andere maat ga bestellen. Dit is de zwarte, maar een maat kleiner. Maar ik ga ook nog even deze passen, want dit is ook nog een voedings-BH. Dan heb ik nog deze mandjes op de commode. Ik dacht misschien, we hebben nu zeg maar een hard mandje daar staan. Maar ik weet het nog niet helemaal. Zo ziet hij eruit. Ik heb ook nog deze roze, die is iets kleiner. We hebben nu dit als mandje, maar dat schopt Niels wel eens van af en dat gaat nog een keer de boel beschadigen. Maar op zich kan grijs natuurlijk ook prima. Nou, even met Sven erbij. En die roze is volgens mij de helft, dus iets kleiner. Dat is op zich ook prima. Dit is die andere voedings-BH nog en die vind ik eigenlijk wel ook prima. Dus ik denk dat ik gewoon die roze terug doe en dan die 2 zwarte hou. Ik heb toch meestal een zwart hemdje eronder. Dus dan zie je gewoon zwarte bandjes. En dit is ook gewoon een 65F. Ik heb een filmpje bewerkt, maar ondertussen ben ik me nu aan het ontfermen over oude foto's. En ben ik 100 dingen tegelijk aan het doen, want ik ben ze op de sternharde schijf aan het zetten. Ik ben dingen van mijn mobiel, moet ik eraf halen. Nou, la la la. Maar ik zie nou toch een foto van mezelf. Dat kan je dan niet meer voorstellen als je zo'n buik hebt. Moet je kijken. Say what? Was ik zo dun en waardeerde ik het toen niet? Is dat een beetje het verhaal? Wauw, gewoon echt wauw. Will that ever be my body again? En dan zal ik er dan wel blij mee zijn? Nou, niet dat ik mezelf nou zo lelijk vind. Helemaal niet trouwens. Ik ben best wel blij met mijn lijf. Maar ik moet wel zeggen, na
Niels vond ik het niet meer helemaal wat het geweest is. Maar ik weet ook niet of dit voor of na Niels is. I'm impressed by myself. Ik eet een lekker beschuitje met aardbeien. En ondertussen ben ik druk aan het importeren van mijn telefoon. We hebben net een poster binnengekregen via AliExpress. Alleen het is een soort van stof, dus ik denk dat ik meteen het lijstje bij ga pakken. En het erin ga doen. Even laten zien. En dit is hem. Heel simpel, maar vonden we wel leuk. Sven is weer thuis, dus we gaan nog even snel het terrasje op. Ik denk dat Niels er over 3 kwartier of zo is. Maar gaan we nog even snel samen wat drinken. En dat denkt ze naar de hoed op. Sven sliep in Safari Park Beekse Bergen, dus ze heeft een heel mooi survival pakket voor Niels gekregen. Met een hoed en de verrekijker. En een kaart en alles. Dus Niels op safari. Toevallig heeft hij ook zijn safari shirt aan. Nee, Sammo. Jezus. Naar het dierentuin. Nou, nee, jij moet ook deze meenemen. Oké. Waar gaan we heen? Welke dieren? Naar die dieren. Let's go. Nou. Ik ben net er thuis. We waren even buiten. Alleen volgens mij ben ik door iets gestoken. Mittens. In mijn bil. Dus ik ga eventjes kijken of ik dat kan zien. Ja, 3 keer zelfs. Ik weet niet door wat. We moeten Sven straks maar even beter bekijken. Maar in ieder geval 3 keer. Dus dat is wel top, zou ik zo zeggen. Nou, Niels is dus weer een keer thuis. Had heel erg leuk gehad bij opa en oma. En ik ga nu iets comfortabels aantrekken. Ik zal nog even kijken of ik het ergens in mijn jurk zie hangen. Dat zie ik ook niet echt. De picknick werd bezorgd en ik vergeet natuurlijk alles in mijn bestelling tegenwoordig. Maar ik dacht, ik heb nog niet zoveel witte druiven besteld. Ik bestel altijd rode druiven. Maar dan had ik dus een mailtje van ze gekregen van helaas kunnen we de rode druiven niet leveren. Dus we leveren witte en ik krijg geld terug. Ik vind dat zo'n goede service van picknick. Echt top toko. En het is ook, je kan na elke bestelling kan je aangeven of je het goed vond of niet. En je kan dan ook nog schrijven waarom. Nou, meestal vind ik het super goed, dus doe ik gewoon alleen maar een heel blij lachend gezichtje. Maar goed, soms is er iets mis en dan zet ik dat ook neer en ze regelen het altijd super goed. En het is echt, echt een hele fijne plek om je boodschap te bestellen. Ik weet dat het lang niet in alle steden is, maar voor de mensen die in grote steden wonen waar het is, echt een aanrader. Ik moet met een ballon doen. Wij zitten lekker op de bank, heel zicht te slapen en we hebben een maskertje op. Het maskertje is er af, weer een heerlijk zacht huidje. En ik lig nu voor het open raam in de slaapkamer. Ik heb het zo ongelooflijk warm, echt. Maar ik voel een vriesbriesje, dus ik ga hier liggen, ik beweeg niet. En dan koel ik vanzelf af en dan zie ik jullie morgenochtend. Goedemorgen, het is zondag en ik heb echt nul energie. Even zwaar. Wasjes zitten erin. Standaard dingen. Een deel van de was is al gedaan. Ik heb al een vlek op mijn scherm. Vanochtend gaan we niet zoveel doen. We gaan even zo de muurstickers opplakken. Ik ga ergens energie vandaan zien te toveren. En vanmiddag willen we even naar het giftpark en een ijsje halen bij Roberto Gelato. Dus dat is een beetje het plan. Dus rustend ongerust op ochtendje en dan vanmiddag even op pad. We gaan de muurstickers plakken. Oh, ik wil dat ook doen. Nou, misschien mag jij er zo ook wel eentje maar aan de muur maken. Vind je dat leuk? Maar ik wil dat niet doen. Goed kijken waar je mag plakken. Ja, goed zo. Nou, de stickers hangen. Ik laat het allemaal nog zien in een roomtour. We hebben afgesproken dat ik even naar de Albert Heijn ga. En dat Sven en Niels gewoon lekker gaan voetballen. In plaats van dat we met z'n allen eerst naar de Alp gaan. Ja, ik kan toch niet mee voetballen, dus dan gaan zij dat gewoon lekker even doen. Ga ik boodschappen halen, want een aantal dingen kon ik niet bestellen. Dus
pad. Dit is zo'n spectaculaire vlog, jongens. Ik ben echt niet vooruit te branden. Dit is mijn outfit van vandaag. Dit shirtje is van iets via Zalando. En daaronder heb ik nog een hemd, want het shirt begint te kort te worden, zoals je kunt zien. Mijn buik te groot, dus moet je het zien. Dus ik heb er nog een hemd onder van Pieces. Dan deze wijdlopende legging van ASOS, geen zwangerschaps. En witte gimpen van Stradivarius. Ik ga gewoon schappen doen. We gaan even lekker lunchen. Ik had komijn en kaas gehad, dus dat is ook wel heel lekker. Dat is heerlijk, hè? Ja. Dus dat gaan we even eten. We zijn dus even eens hardlopen. En toen zat ik op Marktplaats te kijken, want Niels wil heel graag een fiets met trappers. En we denken dat hij dat ook wel kan. Terwijl hij natuurlijk nog best wel jong is, want hij is 2,5. En hij is nog steeds ook heel blij met zijn eigen fietsje, maar hij vraagt echt praktisch dagelijks of hij alsjeblieft een fiets met trappers mag. Dus het hield wel een tijdje in de gaten. Dan zal ik even uitknippen. De man met boxshort is eruit geknipt. Wil je even twee tellen wachten? Wil je even twee tellen wachten hoe het gaat? Als je denkt wat hoor ik, dat is een tandenborstel. maar dat wilde hij al heel lang. En nu zag ik er eentje staan voor 30 euro op Marktplaats. Dus het zou zomaar kunnen dat we die zo gaan ophalen in Ede. En zo bevind je je ineens in het prachtige Ede op een zondagmiddag. Want we gaan een fiets ophalen, tenminste als het goed is. Ik kan niet in slapen. Oh, we staan ook op een parkeerplek. Goed. Dat is heel enthousiast over dit plan. Ja, het is hier wel mooi. Hier, lieverd. Meenemen, meneer. Ja, doe maar daar een bij zo'n fiets krijgt ja, dit er gratis bij. Ja, als je wil. Graag, dank je wel, meneer. Dus die hebben we naar opa en oma gebracht. Ja, hier in de tuin. Want daar gaan we vaak heen, brengen we hem vaak heen met de fiets. Maar dan kan hij dus, heeft hij dus hier niks om te fietsen. En nu heeft hij dan dit. Die kant op, ja. Goed zo, naast de koffie. Ik zit lekker onder het parasol. We gaan zo naar huis gaan we eten. Maar eventjes bezorging gedaan. Nou, we zijn inmiddels weer thuis. Ik sta in de lift. Want Niels wilde zo gaan reuken zijn fiets. En dat snap ik ook. Want als je net iets nieuws hebt, dan wil je dat ook heel graag natuurlijk. Dus we hebben afgesproken dat ik nu even met hem naar buiten ga. Maar ik ga wel zijn hand pakken. En dan even kort, want ik kan dat natuurlijk helemaal niet met mijn zwangere lijf. Maar dus ik neem de camera niet mee, want ik heb twee handen nodig. Zo, het zweet allemaal op de rug, maar ik ben weer binnen. Maar hij fietst dus gewoon los. Bizar. Echt bizar. Ik kwam aanlopen, dus het was echt letterlijk... Nou, de eerste 10 minuten überhaupt heb ik dat ding gezeten, want hij heeft bij die mensen even erop gezeten. Toen bij pa en ma heel eventjes, één rondje. En toen, ik ga even naar het toilet en dan pak ik even de helm. En ik kwam terug en hij fietste los. Wel in het gras. Leek ons veiliger om mee te beginnen, maar gewoon los. Nou, absurd. Dus ik moest wel meelopen. Huh. En op straat nu wel vasthouden, want dat vind ik gewoon, ja, dat je dan kan je natuurlijk veel harder vallen. Maar echt zo knap. Dit is hem. De Black Cruiser. Ja. Wij eten pizza voor de tv. Sorry, ik gaat nu op een traan over. Ik ga de vlog afsluiten voor vandaag. En voor vandaag, voor deze week. En ik zie jullie heel graag volgende week weer bij een nieuwe vlog. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. En tot volgende week. Doeg!